en alle mensen van Dutch Cabin Nation, welkom bij Pokémon White. En we gaan verder. Vorige aflevering hebben we de Relic Castle gedaan. En toen zijn wij hier beland. In The Moor of Icarus. Ik ga even heel rustig lopen. Want ik weet namelijk niet wat ik hier kan verwachten. Dat is voor mij namelijk al een hele tijd terug. Dat ik echt gewoon hier geweest ben. En iets... Ja, ik weet niet. Ik kan me weinig van dit spel meer herinneren. Ik ben persoonlijk nu zelf op mijn DS ben ik nu Black 2 aan het doen. Dus de verhaallijn is wel anders. En wie weet ben ik ook wel van plan om die hierna te gaan doen. Misschien niet meteen, maar ik ben wel van plan om hem te doen. Zo. Dus we moeten maar even kijken ja, hoe ver wij komen. Maar eerst deze trainer. Die ons probeert tegen te houden. Even Harry. Een Vanillish. Vanillish is een Pokémon. Een van de weinige ijspokémon. Waar ik echt respect voor heb. In principe een stuk ijs. Of een stuk, ja, een stuk ijs. Gewoon een ijsje. Wat onschuldig lijkt, kan gewoon zo gevaarlijk zijn. Ik heb de Vanillish, heb ik in Black 2, moet ik trouwens wel even bekennen, heb ik in mijn team zitten. Omdat ik die gewoon best wel, die vond ik best wel cool en hij is ook best wel sterk. En ja, ik had zoiets van, weet je, ik doe het, ja, ik gebruik hem gewoon. Nou hebben we trouwens een Fracture en nou weet ik niet welke ik moet gaan gebruiken. Ik denk dat ik maar bij Substriker blijf. Ja, het is, in principe is dat echt een van de weinige ijstypes waar ik echt respect voor heb. Kijk, er zijn natuurlijk nog wel wat andere ijstypes. En nu heb ik het niet eens over legendarische. Maar zoals bijvoorbeeld Lapras heb ik nog wel respect voor. En voor de rest, ja... Nee. Voor de rest heb ik eigenlijk weinig ijstypes waarvan ik denk, nou ja, daar heb ik wel wat aan. Kijk, want zoals meestal als ik een ijstype heb of een ijsaanval heb, dan zijn het altijd watertypes die het hebben. Of die ijsaanval hebben. Voor de rest, ja... Gebruik ik ze niet. Zo. Nou, ik zo'n beetje nadenk. Kan ik beter mijn Fracture ook weer een keer uit mijn Pokédex halen? Of uit mijn ding. Of heb ik die trouwens niet in dit spel? Ik weet het niet eens meer. Of heb ik hem in Black 2? Of haal ik nou serieus alle twee de spellen door elkaar? Oh, dat zou wat zijn trouwens. Dat ik niet eens meer weet welke type of welke aanval of welke Pokémon ik in mijn team heb. Moet ik hier nou heen? Ik ga er even om me heen. Ah, echt. Stunfisk. Hoeveel is Stunfisk? Kijk, 32. Oh, dat scheelt wel al gelijk 20 levels. Maar ik neem hem toch niet mee. Echt een plasje water. Doe normaal. Doet echt zo'n plasje water zoveel? Sorry hoor, maar ik zie geen Pokémon in het water staan. Ik sta er net met mijn grote teen in. Ah, kom op. Pelpetoot heb ik al. Die van mij is wel lager, maar... Daar kan ik wel verandering in brengen. Misschien besluit ik wel om... voor de 8e gym even al mijn Pokémon's te trainen. Als ik het niet aan kan. Dan gaan we even aan de Max Repel. Ik bedoel, ik heb er nog 19, dus waarom niet? Waarom sta jij hier? Heb je wat te verbergen? Ah, hier is wat. Een nugget. Wauw. Oh. Even kijken, wat hebben we hier? Ah, dat is daar. Ja, daar kom ik niet bij. Dat moet ik dan maar een keer vanaf de andere kant weer doen. Oh, we moeten zo, denk ik. Kijk, heb ik een strength mee? Ik heb geen strength bij me, of wel? Heb ik trouwens wel iemand met strength? Heb ik sowieso wel een aanval wat strength heet? Heb ik al niet eens. Heb ik wat gemist?
Oh, nou vraag me echt of ik strength wel gehaald heb. Kut. Oh, dit ga je me niet benen. Ik ga even hier kijken. Oh wow, dat zou echt wat zijn. Dat ik gewoon geen... noem je dat? Geen strength heb gehaald. Oké, okay, weet je wat ik trouwens even ga doen dan? Dan ga ik even zoeken waar strength is. En dan zie ik er zo. Goed, daar zijn we weer. Ik ben nu in Nimbasa City. Dus dat waar ik dus mijn strength kan halen. En ik heb strength eigenlijk helemaal gemist. Dus wat ik nou even moet gaan doen, is even kijken in dit huisje. Zo. En dan gaan we even met hem praten. En zo hebben we HM Strength. En dat is dus datgene wat ik gewoon echt miste. Oké, okay, we hebben nu Strength gekregen. Dus dat houdt dan ook in dat ik nu een Pokémon Strength kan geven. En dat is Emboar of Krokorok. Zo, eens even kijken wat Krokorok heeft en wat hij weg zou kunnen doen. Die is lastig. Die is heel lastig. Ik zou trouwens wel even kunnen kijken of ik nog Pokémon heb trouwens in mijn... even kijken, in mijn Pokémon of in mijn computer. Die ik mee zou kunnen nemen gewoon als HM-slaaf. Of tenminste als HM-slaaf die ik heeft ook... had kunnen en willen trainen. Ja, in mijn team. Kijk, we hebben hier nog een Joltik, een Klink, Boobet, Arino. Ik kan trouwens Herdier wel meenemen. Vindt hij vast niet erg. Voor Palpitoad? Zo'n Palpitoad? Ja, voor Palpitoad. Nee, nee, nee. Palpitoad heeft Surf. Nog wel. Wacht even. Dit zou een stunt kunnen zijn. Ik weet namelijk dat Sixicoon die aanval wel kan. Die ik wil geven. Dan heb ik het nog niet eens over strength. Oké, okay, we gaan takedown weghalen. En we gaan surf kijken. Kan Herdier surf? Herdier kan surf. Dan is mijn probleem opgelost. Nice. Goed, nou hebben we die dus gedaan. En dan zie ik jullie weer ja, bij de steen. Dus tot zo. Goed, daar zijn we weer. We zijn weer gezond bij de steen. Dus nu kunnen we wel verder. Zo. Oké, okay, wat hebben we hier? Nog meer ruimte. Even kijken wat we hier voor de rest nog hebben. Kijk, daar nog een pokebal. Met een ultrabal. Voor de rest hebben we hier niks. Nee? Oké. Okay. Oh, we konden hier dus ook gewoon doorheen. Wat hebben we hier nog? Een carbos. Volgens mij is dat een ander woord voor sleutel. Gaan we nog even een trainertje erbij pakken. Met een Frillish. En Frillish was een watertype. Dus we zijn blij dat wij Substrika vooraan hebben staan. Substrika, kom op. Epic speetjes, dankjewel. Nog een Frillish. Dan gaan we nog een keer dischargen. Maar goed, we hebben dus in principe... met Strength... hebben wij dus gewoon... Maar kijk, kijk dat je strength nodig hebt. Ja, dat blijkt. Maar het was in principe niet echt nuttig om te halen eigenlijk. Zo. Maar ja, goed, we hebben dus nu gewoon die gehaald. Even kijken, hier kunnen we ook nog omhoog. En voor de rest... Hier loopt dood. Het loopt dood. Waar moet ik heen?
Moet ik hier? Nee. Oh, wacht. Zal ik even een nieuwe repel gebruiken? Of een repel, of hoe je dat ook wil noemen. Waar moet ik heen? Moet ik hier trouwens wel in? Dat is wel helemaal een vraag. Nee, zo te zien niet. Maar goed, we hebben in ieder geval nog even wat hier gedaan. Oh, we moeten hier door. Dus even kijken of hier... Ah, we kunnen hier onderdoor. Oké, wat we gaan doen volgende keer is al die trainers hier uitdagen. En dan gaan we verder naar de laatste stad. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Vond dit deze video leuk? Geef een groen duimpje. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je bij de volgende aflevering weer. Dus, mazzel!